Goedemorgen traders, dit is het marktcommentaar van zondag 11 augustus. Het is nu iets voor 12 in de ochtend, bijna middag, en we kijken naar de beurzen. En ik heb afgelopen weekend natuurlijk een uitgebreide aandelenanalyse gemaakt. En dat was eigenlijk een moment te vroeg, want die maandag daarop hadden we eigenlijk best een historische dag genoemd te worden. Niet alleen qua koersdaling. De S&P ging eventjes 4% onderuit. Maar met name de volatility. De wil ik jullie even laten zien. Dit is de volatility hier. De VIX. En die spijkte even na een hele trotse 65. Nou, dat is echt bijzonder. Want je ziet, wij zitten al geruime tijd in een omgeving met een zeer, zeer lage volatility, tot frustratie van heel veel optietraders. Want lage volatility betekent gewoon dat er weinig optiepremies zijn, dat de beurs heel rustig is. Maar af en toe, kijk, dat ga ik je even laten zien, krijg je van die korte spikes. En om eens te zien hoe bijzonder dit is, even kijken, alles wat ik heb, dit is, hij gaat... Ik kan het even niet verder inzoomen. Misschien dat ik even... Ik pak even de week. Kijk, dan heb ik je data tot 1990. En zo. En die gaan we eventjes opblazen. Zo. En dan zetten we even een lijntje hier. En horizontale lijn op die 65. Kijk. Daar. En wat zie je nou? Wij zijn op 2 na hoogste volatility. De vorige, of de hoogste was, dat was de financiële crisis met de val van Lehman. De ene hoogste was de coronacrisis van 4 jaar terug. En deze zit dus in de top 3. Dus met Olympische Spelen nu bijna achter ons, die krijgt dus een mooie bronzen medaille. Nou is het wel zo dat dit echt een eendagsvlieg was, vooralsnog. Maar je ziet ook dat er in de... In de afgelopen jaren ook grotere spikes zijn geweest. Hè? Tot 50, tot boven de 40. Nou, je ziet dat op zich allemaal momentopnames zijn. Kijk, die duren eigenlijk allemaal niet langer dan een dag, een week of zo. Maar goed, dit is een weekgrafiek nu. Kijk, je ziet dus deze spike duurt heel even. Maar je ziet wel dat vaak dit soort cluster, dit soort uitschieters, daar zit dus meer volatility omheen. Hè? Kijk, want met andere woorden, er zit een hele periode van een aantal weken zit er hier omheen. Ook hier, dat we zeg maar tussen een structureel hoger niveau zitten. Nou, als je nu even kijkt waar we nu zitten. Dit is natuurlijk even een eendagsvlieg geweest, maar ik ga er niet vanuit dat wij nu weer vrolijk teruggaan tot deze regio. Ik ga ervan uit dat we eigenlijk nu in een wat grotere zone blijven. Dat betekent dus dat de beurs structureel in de komende weken tot maanden wat volatieler blijft. En dat is alleen maar goed nieuws voor traders, voor daytraders, voor swingtraders, voor optietraders, want dat betekent gewoon dat er meer kansen aanwezig zijn. Goed. Ik had jullie ook verteld in de vlog sorry, dat ik een shortpositie had en dat je dan op die shortpositie bij een extreme fix af en toe kon schrijven. Nou, dat was maandag meteen het geval. Ik kon daar echt ver out of the money put schrijven voor een bak met premie. Dus het was een goede week, maar het was ook een moeilijke week. Want, dat heb ik jullie ook verteld, het makkelijke geld verdien je in een bull market. Het meeste geld verdien je in een bear market. Nou, hoe zit dat nou? Kijk, in een bull market gaan de koersen over het algemeen zo. Af en toe heb je eens een beweging naar beneden, maar dan gaat dat weer omhoog.
En dan is ook de volatility, die daalt ook gemiddeld. Die zit op een relatief lager niveau. In een bear market gaat alles natuurlijk een factor x sneller. Dus daar valt meer geld te verdienen aan koersdalingen, omdat die gewoon sneller gaan. Maar in een bear market heb je ook de meest gewelddadige stijgingen. De stijgingen in een bear market zijn over het algemeen veel groter dan in een bull market. En wat bedoel ik daarmee? Nou, pak gewoon even hier de vorige bear market die we hadden in 2022. Die zeg maar in oktober dan bodemde. Je ziet hier, als we eventjes onze meet laten pakken, een daling van 11%. Kijk, daling 11%. Daarna hier een stijging van 12%. Dan weer een daling van... Ik laat die tussenliggende laat ik heel even weg, want dat zijn ook nog eens een keer... Nou, pakken we even mee. Een daling van 16%. Dan een stijging van 8%. Dan gaan we weer 10% naar beneden. Dan gaan we weer, even denken, 14% omhoog. Dan gaan we weer 15% naar beneden. Dus je ziet heel vaak gedurende 2, 3, 4 weken dalingen van ergens tussen de 5 en de 15%. En dan vaak even grote stijgingen. En waarbij je dan daarna weer een nieuwe low maakt. Die ligt er net weer iets onder. En daardoor heb je dus structureel een hogere volatility. Totdat het omkeert. Hè, op een bepaald moment krijg je dus de bodem. Dan krijg je heel vaak een hertest van een bodem. We hebben daar al veel, vaak over gesproken. Hoe bodems tot stand komen. Zelden heb je een V-bodem. Meestal is het zeg maar een van deze varianten. Zoiets. Deze iets dieper. Zo. En dat zie je hier ook. Bodem. Eindelijk dubbele bodem hier. Deze variant. En dan nog een keer een hertest. En dan gaat vervolgens de volatility omlaag. En dan zit je dus in een bull market. Dus in die zin is een bear market levert prachtige kansen op, maar is heel moeilijk. Ook om de reden dat je eigenlijk altijd twijfelt aan wat je doet. Kijk, die maandag op een bepaald moment stonden mijn posities dik in de plus. Andere posities die ik had, marktneutrale posities, stonden weer dik in de min. Want dat zijn geschreven posities die marktneutraal zijn, maar door de enorme volatility explosie komen die allemaal, al is het maar tijdelijk, flink in de min. Maar laten we zeggen, je hebt alleen maar short posities, allemaal prima. Maar wanneer ga je dan winst nemen? Dus wanneer ga je dan zeggen, nou, dit is de bodem, want dit is de low geweest. nu staan we hier. We zijn dus op weekbasis, dit is even de tweeweekse, we zijn op weekbasis per saldo, ik geloof, 2 punten gedaald op een schaal van 5400. Dus in principe is er op weekbasis niks gebeurd, maar we zijn wel 300 punten lager geweest. Nou, ga je dan die short posities aanhouden in de verwachting dat er nog meer komt of niet? Dus dat is altijd een acte de balans eigenlijk. Waar ga je dan je posities verzilveren? Juist omdat je weet dat dit soort hele felle bewegingen er altijd zijn. En dat is gewoon het probleem. Er is gewoon altijd twijfel en die twijfel is gewoon veel minder groot aanwezig in een bull market. Omdat daar alles gewoon met een factor x is vertraagd. Nou, om die twijfel dus een beetje weg te nemen, moet je dus, en dat gaan we dus vandaag ook doen, even heel goed kijken, ja, wat is nou het gemiddelde kenmerk van zo'n bear market? In wat voor type bear market zitten we nu? En wat mogen we dan gemiddeld verwachten? Dan heb je in ieder geval een soort houvast vanuit de statistieken. Dat geeft je geen garantie, maar dat geeft je wel een plan, want je hebt een plan nodig om iets te doen. Als je ad hoc handelt in deze markt, dan word je echt van kastje naar de muur gestuurd. En dat is dus de beste voorwaarde om je account op te blazen. Dat gezegd hebbende, alle minimale targets zijn eigenlijk al gehaald. Weken geleden zei ik een keer, nou, we zitten hier ver boven. Normaal gesproken mean reversion kom je weer terug naar dat uitbraakpunt, dat hebben we nu eigenlijk gehad.
De vraag is, zit hier nog meer in het vat? Is dit het begin van meer of hebben wij maandag alweer het einde gezien van de daling? En dit was het dan alweer. Nou, spoiler alert, ik denk dat er nog meer komt. Waarschijnlijk met minder volatility. Dus we gaan even een top-down analyse maken. En we doen dat aan de hand van de S&P. Ook om tijd te besparen, want de correlatie met Dow en DAX en Nasdaq is heel groot. En in dat soort gevallen pak ik altijd de moeder aller indices, de S&P. De benchmark vind ik zelf. En dan kunnen we ook straks weer aandacht besteden aan de andere markten. Want ook bijvoorbeeld in Bitcoin, daar is nogal wat gebeurd. Dus we gaan even een top-down analyse maken van waar staan we nu na deze roerige week. Wat kunnen we nog verwachten? Nou, top-down analyse betekent dus van top naar lager, dus van hoge naar lage timeframes. En links zie je dus nu de maandgrafiek. En je ziet dus nu als wij... waar is mijn teller? Hier. Kijk, als we hier tellen, daar staat er al, 22 bars zitten we nu. Nou, dit is de mid-cycle low. We hebben hier dat M-patroon. En je weet, één zo'n cycle maakt dus een afgerond M-patroon. Nou, als je nu gewoon eens kijkt naar de vorige maandcycli. En dan zoom ik eventjes een beetje uit. Kijk, de vorige maandcycli hier. Wat zien we dan? Niet altijd. Kijk, hier zit hij ergens verstopt in een mega bull market. Maar verreweg de meeste. Wat zien we dan? De double stochastic staat A eigenlijk gewoon onderin. Die staat onder die 20-lijn. Dat zien we ook als we even hier naartoe gaan naar deze. Hier maandcyclus, daar staat hij onderin. Hier maandcyclus staat hij onderin. Nou, kom je hier in een bear market, hier onderin. Hier ook onderin. Staat A altijd onderin. En wat valt ook nog meer op, de koers op maandbasis test eigenlijk altijd minimaal, vrijwel altijd minimaal de MA20. Van de maandchart. Nou, de MA20 zit nu op 49,82 in de S&P future. Wij zijn geweest 51,29 zo'n beetje. Dus, en je ziet meestal een overshoot aan de onderkant. En ik gaf ook volgens mij de vorige keer aan de zone waar ik eigenlijk van uitga dat we ergens naartoe kunnen gaan. Die ligt in principe ergens rond dit niveau. Nou, dus vanuit historisch perspectief is er nog wat voor te zeggen dat we in de komende maanden nog lager gaan. Want A, we hebben die MA20 nog niet getest. B, die double stochastics, kijk, die staat hier. En die zou eigenlijk, tussen aanhalingstekens, moeten dalen tot hier. Stel dat dit een maandbodem is. Ja, waar begint hij dan? Begint hij dan hier? Nou, zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Dit zou een hele rare cyclusbodem zijn. Dus een normale cyclusbodem. Dan daalt dat ding. En dat betekent dus dat wij, dat die maandcandle gewoon, dat dit een tijdelijke candle is. En dat die uiteindelijk nog, dat we nog lagere lows gaan zien. Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs deze maand te zijn. Want als je even kijkt naar bijvoorbeeld deze daling. Kijk, ook hier had je zo'n vergelijkbare candle met een lange tail eronder. We maken een nieuwe. Hier, ik maak het even iets groter. Dan zie je dat in meer detail. Kijk, hier ook. We gingen eerst naar beneden. Van top tot hier met 11%. Een beetje vergelijkbaar wat we nu ook hadden. En daarna gingen we omhoog van de low naar hier met 7%. Nou, daarna gingen we weer van de high van deze 9% naar beneden. En daarna gingen we weer omhoog met 12%. Zie je? Dus in deze drie candles hier. En op dat moment staat de double stochastic staat ergens hier. Zie je? Dit zou je best wel als een bodempatroon kunnen zien. Kijk, als je het zo bekijkt. Zo. Dit is een beetje waar we nu staan. Kijk even waar we nu staan. Hier, zie je? Dit lijkt een beetje op waar we nu staan. Zo.
Nou, dan kreeg je de maand daarna kreeg je nog een aanscherping van de low. Dan krijg je een test van de low en dan een hogere high dan de maand daarvoor. En dit, hier zou je wel eens kunnen zeggen, nou, dit ziet er toch wel erg maandcyclusbodemachtig uit. Tapas Kessig zit onderin, we zitten in de buurt van die MA20, we hebben 3 keer afwijzing aan de onderkant gehad. En je hebt per saldo een daling gehad van top tot bodem van 14% bijna. Nou, dat is op zich niet verkeerd. Maar een maandcyclusbodem, daar zit vaak toch nog wat extra's in. Kijk, en dan kwam deze en uiteindelijk gingen we toch nog beduidend lager. Dus je moet altijd voorzichtig zijn met dit soort uitspraken, met ik ben ervan overtuigd, maar ik denk dat de kans beduidend groter is dan 50%, dat de S&P de low in de komende maanden nog niet getest heeft. Om de simpele reden, we staan nog hier. We hebben de MA20 gewoon nog niet getest. En, kijk even met me mee, dit is een stijging van 50% zo'n beetje van de S&P. Nou, dan zouden we dus, als we even in retracement patronen kijken, waar is die hier? Zijn we nu 0,3, dus 30% van deze voorgaande stijging gecorrigeerd. Nou, dat kan, maar meestal zie je op maandbasis, in een maandcyclus, zie je meer. En, waarom denk ik nog meer dat er geen bodem is gezet? Hoeveel bars daling hebben we nou gezien? Nou, 1. 1 bar. Nou, laten we even eens teruggaan. Voor zover we hier genoeg historie hebben. Ik ga hier terug en dan gaan we gewoon eens even kijken naar de maandcycli in een opgaande markt. Kijk, dit is zo'n maandcyclus in een opgaande markt. Dus ik heb het niet eens over een bear market, die dan uiteindelijk onder die MA20 komt. Stel nou gewoon, we gaan richting die MA20 en maken dan een bodem. Nou, deze correctie, dit zijn 3 bars. Van hier naar daar, dit zijn ook iets van 4 of 5 bars. Hier, dit zijn 2 bars. Dit zijn 2 bars. Dit zijn 2 bars, de low komt de bar daarna, dus 2 bars. Dit zijn zeg maar 4 bars. Dit zijn, laten we zeggen, ja, eigenlijk 1 hele grote bar, maar dan dik onder de MA20. Zie je, daar zitten we ook nog niet. Dit is een daling van, 3 bars. Dit zijn 2 grote bars. Dit is 10 bars of zo. En dit is dus 1 bar. De bar is nog niet eens af, hè? De bar is nog niet eens af, want de maand is eigenlijk pas begonnen. Pas begonnen, maar we zitten nu op 1/3 van de maand. Dus als ik dat allemaal bij elkaar optel, dan denk ik dat we de low dus nog niet gezien hebben. En dat er dus, en dat dit eigenlijk gewoon, dit is waarschijnlijk het begin van meer. Hoeveel meer? Ja, dat moet blijken. Maar nogmaals, als we de MA20 even als referentie nemen, en ook vorige highs en lows die vaak worden getest, dan lijkt het mij dat we inderdaad hier, zeg maar vanaf het huidige niveau, nog wel een daling kunnen meepakken van misschien wel 10% minimaal. Nou, dat lijkt me op zich. En dan zit je nog in de bovenste 40% van die impuls. Dus dan zit er eigenlijk nog in een onderliggende bull market. Is er eigenlijk gewoon niks aan de hand. Nou, laten we even verder kijken. Dus we hebben de maandgrafiek gecheckt. We kijken nu even naar de 2-weekse. Want als we even kijken, 1 zo'n maandcyclus. Hè? Zo. Dus dit zijn gemiddeld 20 bars van een maand, hè, zoals je hier ziet. Waarbij er natuurlijk variatie is. Sommige cycli zijn kort, duren 15, andere duren wat langer, 25. We steven nu af op een wat langere, want we zitten al op 22. Maar goed, even gemiddeld uitgaan van 20. Dat zijn weer 2 cycles van elk 20 keer
twee weken. Het is heel logisch als je een maand in een maand gaan, of in een maand charts gaan, eigenlijk 4 week charts. En dat zie je rechts, dus dit is de helft ervan. Dus 2 keer de helft is 1 hele. Dus je moet eigenlijk kijken naar de onderverdeling. Dus hier zie je het begin, dus hier. Dat is de maand, dat is de maand. En hier zien we dus de eerste cyclus van de 2 weekse. En dit is dus de tweede daarvan, zoals het er nu naar uitziet. En dus de eerste duurde 27 weken. Dit is de mid-cycle low, dus die begint dan hier. Dus dit is de mid-cycle low van de maand. Dat zie je ook als je rechts kijkt naar die stippenlijn. Dit is de mid-cycle low van de tweede 2 weekse. En nu zitten we zeg maar op bar 20 van de tweede 2 weekse cyclus. En je ziet hier, we hebben dat M-patroon. Hier. Ook hier heb je dat M-patroon. Kijk, hier ook. Zie je? En als je hier kijkt, we hadden hier nog een open ruimte. En ook hier is er nog open ruimte. Zie je? Hier is er nog een open ruimte voor een aantal bars. Dus ik ga ervan uit dat, dat deze tail is leuk en aardig. Maar nogmaals, kijk, dat hadden we hier ook, zie je? Rond die MA20, hier, zag je ook afwijzing en dan nog een poging. En het is logisch dat in een normale correctie, kijk, een normale correctie gaat uitermate zelden van A naar B in 1 rechte lijn. Meestal gaat het gewoon met een 3-trapsbeweging, dus 1 omlaag, 1 omhoog, 1 omlaag, of met 5. Dus op die manier. Dus 3 omlaag en 2 omhoog. En dat is gewoon marktstructuur. Dus ik weet dat Elliott fans zich er al vergniffelen en die gaan allemaal raadjes op loslaten. Dat ga ik niet doen. Dit is gewoon marktstructuur. Als je nu naar de vorige kijkt. 1 omhoog. 2 omhoog. Dus dit is zo'n 5-structuur zoals je kunt zien. Nou, we zitten nu nog in de eerste golf. Dus laten we even gemakshalve aannemen dat dit een 3 wordt. 1, 2, 3. Dus dat betekent dat er is gewoon nog wat ruimte naar beneden in deze. Dus dit plaatje ondersteunt in principe het idee wat we al eerder hadden. Dan kijken we ook nog even naar de fix. Ik kwam gisteren toevallig een interessante statistiek tegen. Die heb ik zelf niet getest, maar ik ken die jongens die dat doen. Die zijn uitermate secuur. Dat is Tasty Trade en die hebben heel veel research. En die zeggen het volgende, ik moet het even op een andere scherm bekijken. Ze hebben gekeken elke keer dat de fix boven 60 intraday komt. Intraday. In de afgelopen 25 jaar, dat volgens deze groep gebeurde het ongeveer 50 keren. En wat zijn dan hun bevindingen? Nou, en dat hebben we nu natuurlijk ook gehad. We zijn intraday boven 50 geweest. 1 maand later, wat gebeurt er dan 1 maand later? In 65% van de gevallen is de markt hoger. In 35% van de gevallen is de markt lager. Als de markt hoger is, dan is de gemiddelde winst 9,2%. Als de markt lager is, dan is het gemiddelde verlies 7,7%. Dat betekent dus dat een fix spike, betekent dus gewoon dat wij, zoals ik het ook aangaf, al in de periode daarna een verhoogde volatility hebben, of omhoog of omlaag. Nou, historisch zou ik kunnen zeggen, is de kans 2/3 dat we gaan stijgen. Maar we hebben ook gezien, dat kan best natuurlijk in de maand daarna dat we hoger gaan. Dat gebeurde hier ook. Kijk, vanaf de low gingen we ook eventjes hoger, om daarna gewoon weer een paar weken later lager te gaan. Dus dit herstel is leuk. En waarom doen we deze exercitie? Om dit even in kaart te brengen van, ja, zitten we nu al op een bodem? Want ik zie heel veel berichten ook van analisten. Ja, dit was het al. We zitten op een bodem. De bull market wordt gewoon voortgezet. En dan kan ik me voorstellen dat je al gauw gaat twijfelen. Ja, wat moet ik nou doen met mijn posities? Die staan misschien op winst. Moet ik naar winst pakken? Maar ja, gaat de markt er nog veel verder? Wanneer moet ik dan weer instappen? Dat soort dingen. Dus vandaar dat even in perspectief te brengen.
Dit lijkt te ondersteunen dat we een hogere volatility hebben en dat we dus in die volatility in het hogere regime nog lagere lows gaan maken. En dit gat wat hier nog staat, dit lijkt dat ook gewoon te gaan bevestigen. Nou, dan laten we die 2-weekse even staan, rechts. En dan gaan we links dan even naar de 1-weekse chart. Nou, en dan gaan we even tekenen. Dus we hadden hier zeg maar 2 cycles hè, van 2 weken. En die laatste cycle, dat is dus het M-patroon, zoals je ziet. En die mid-cycle low, dus dit punt hier, dat is dan weer een week, hè, want in een 2-weekse zitten dan weer 2 cycles. Nou, dat klopt, want deze low van die W, dat is dit stukje. Nou, dat hadden we al gezien. Dit zijn dus hier, van hier naar daar, keurig 24 bars, zoals je ziet. Nou, dat gaan we eventjes zo doen, op weekbasis zo, gewoon 1 week. Zo. En dat betekent dus, we zitten nu in de laatste weekcyclus waarschijnlijk. Deze noteert nu 16 bars. Nou. En we hadden gezien, er is nog ruimte in de maandchart. Er is nog ruimte hier in de 2-weken-chart. Dus deze prachtige bottoming tailbar, die zeer bullish uitziet, dat is absoluut zo. Het is maar de vraag of dit inderdaad de bodem is. Want dit is een beetje kort. Als je ziet waar wij nu staan. Dus als je het mij vraagt. En ook hier zie je, overigens ook nog een keer. We hebben pas 1 beweging naar beneden gehad. 1 beweging naar beneden. Nou, we hebben er minimaal 3 nodig. Nou, dus laten we hier ook eens even kijken. Kijk, zelfs in de vorige grote reactie. 1 naar beneden. Omhoog. Naar beneden. Zie je? Dus alles in een van wat grotere cyclus kent minimaal 3 bewegingen. Dit is de vorige bear market die we hadden. 1 naar beneden. Omhoog. Naar beneden. Zie je? En dit is dan weer een onderverdeling in de eerste beweging naar beneden van de hogere timeframes. Dus hier heb je meerdere. Zie je? Dus als we in de weekchart kijken, hier, dan zien we pas eigenlijk 1 swing naar beneden. Nou, ik kan me niet voorstellen, met alles wat ik nu verteld heb, dat dit gewoon de maandcyclusbodem is. Dat dit het gewoon is. Alles kan. En dat is natuurlijk als je op basis van statistieken, van dingen die je meet, bekijkt. Er zijn gemiddelden en er zijn uitzonderingen. Je kunt zeggen, de sloot waar je overheen gaat is gemiddeld 1,50. Dus als ik dat 100 keer doe, dan kom ik er 95 keer met een droog kopje weer aan de overkant. Maar er zal ook een keer zijn dat je met het kopje ondergaat. Nou, dat zou best deze keer kunnen zijn, maar het is uitermate onwaarschijnlijk. Bij alles wat we bekijken van cijfers, statistieken en ook marktstructuur. Dus ik denk dat wij, dat deze tail, dat die misschien even voor 1 week, 2 weken, zoiets een bodem is. Maar dat we uiteindelijk gewoon na een poging, dat we lagere lows gaan zetten. Nou. Dus de bodem is mijns inziens nog niet gezet. Nou, dan is nu natuurlijk de vraag, als de bodem niet gezet is, hoe ver kunnen we dan omhoog gaan? Nou, dus dan gaan we even terug naar onze normale chart. Dus rechts de week en links dan de daggrafiek. Waar zijn we? Hier. Goed. En dus dat zien we hier. En dan gaan we even dit even weghalen. Zo. En dan gaan we even kijken vanaf hier. Kijk. Normaal gesproken hebben we een dagbodem van hier naar hier gehad. Dus ik teken het even in. Dit is de 1. En dan hebben we een volgende. Die loopt van hier naar daar. 22 bars. Dan hebben we nog een volgende. Die loopt van daar
naar hier, 17 bas. En ik denk dat dat hier een nieuwe cyclus gezet is. Die zou dan meteen naar 4 bars bearish zijn. Maar het zou kunnen zijn, dat weet ik niet, dat vind ik onduidelijk, dat dit nu een dagbodem is. Dus dat we nu qua dagcycles 1, 2, 3 hebben gezien. Terwijl ik in de vorige analyse ervan uitging dat dit een dagcyclusbodem was, omdat die double stochastics ook daarna keurig van onder de 40 gaat benaderen. Nou, laten we even deze twee scenario's bekijken. Als dit het scenario is, ja, dus afgelopen, dat dit dus hier een dagcyclus is, hier op de maandag, dan zouden we nu op 1, 2, 3 in de vierde bar zitten van de lopende dagcyclus. De trend is inmiddels bearish. Dat zou betekenen, in een bearish trend zie je dat een dagcyclus gemiddeld op bar 3 tot 8 de top laat zien. Nou, we hebben nu 1, 2, 3, 4 gehad. 5, 6, 7, 8. Dus je hebt nog in deze week ruimte, eventueel voor wat herstel, tot mogelijk die MA20. Die MA20 is vaak zo'n benchmark. Net zoals dat je ziet aan de onderkant, zie je dat ook aan de bovenkant in een bear market. Dus dat zou kunnen als het deze telling is. Nou, is het deze telling niet, dan maakt het niet zo gek veel uit. Dus op het moment dat de cycle van hier naar daar loopt, zo, en dat dit dus de dagcyclus is, dan zouden we nu dus hier een dagcyclus hebben die nu hier bar 7 telt, een soort mid-cycle low. En dat zou betekenen dat dit dan de top is en dat we ook hier nog een keer lager low maken en in de lopende dagcyclus nog een nieuwe low. Nou, dat lijkt me erg veel gevraagd op de hele korte termijn. Dus ik houd er nu op, puur qua telling, maar het maakt voor de strategie gelukkig niet uit, dat we maandag een dagcyclusbodem gezien hebben. Zo. En dat we in principe in de komende week een top kunnen zetten. En dat we vandaar dan weer naar beneden gaan. Dat betekent niet dat we vandaar weer loodrecht naar beneden gaan. Het kan ook heel goed zijn dat we dus hier een top zetten. En vervolgens bijvoorbeeld naar beneden gaan. We gaan nog een keer omhoog. En dat we misschien eerst wat zijwaarts gaan. Dat hier dan een nieuwe bodem wordt gezet. En dat we dan naar beneden gaan. Want er is op maandbasis nog ruimte. 2 maanden, 3 maanden misschien. En dat betekent dat het niet lineair rechtop naar beneden gaat. Er kan ook best wel eens even wat beweging naar beneden komen en dan weer omhoog. Het hoeft niet meteen elke keer een nieuwe low te zijn. Maar welke telling je ook hanteert, in principe ligt het voor de hand dat we rond die MA20 in de komende week en een lagere top gaan zien. Hè, welke strategie je ook, telling je ook hanteert. En interessant in dat geval is nog even een andere chart. Dat is de SPX. De SPX is de index. Kijk, en wat interessant is hier, is dit. We hebben hier een gap. Kijk, gaps worden heel vaak gevuld. Het kan even duren, maar kijk, hier heb je, we hebben hier bijvoorbeeld een gap. Zie je? We hebben hier een gap. Nou, die is nu gevuld. We hebben hier een gap. Kijk, die wordt vervolgens een aantal dagen later gevuld. We hebben hier een gap, een grote gap. Kijk, die wordt vervolgens hier gevuld. Er staat hier nog een gap open. Een hele flinke. Zie je? En wat zien we nu aan de bovenkant? Deze gap. Deze gap hier, en dat kunnen we eigenlijk gewoon mooi doortrekken, zie je? Dus deze gap, dat is die maandag gap, hè? Zie, hier hebben we ook nog eentje. Kijk, die is al meteen gevuld, maar deze staat nog open. Dus ik denk dat de kans heel reëel is dat wij nog iets omhoog gaan. Wat is dan iets? Vanaf hier tot, laten we zeggen, nou, tot hier, dat is ongeveer een ruime procent. Dat we nog een dikke procent
opwaartse ruimte hebben, dan zit je rond die MA20, dan is die gap gevuld. En als dat, laten we zeggen, 1, 2, misschien 3 dagen duurt, dan zit je ook qua telling op die 3 tot 8 bars, waar we dan een lagere top kunnen zetten en dat we dan die neerwaartse trend weer kunnen hervatten. Dus als je op zoek bent naar inname van short posities, dan is dit waarschijnlijk een mooi doel. En laten we zeggen 1% hiervan. Kijk, dan zitten we hier. Kijk, dan zit je precies rond deze low en die MA20. Zie je, dat past ook mooi met de S&P. Dus conclusie van deze top-down analyse. We hebben even een goede low gezet. Met een indrukwekkende daling van de volatility. Waardoor het lijkt dat kopers weer massaal instappen. Maar als je dit bekijkt puur vanuit historisch perspectief. Dus je gaat even die ruis van de afgelopen week wegfilteren. Je kijkt naar de gemiddelde maandcyclus. Wat maakt zo'n daling uit? Hoe lang duurt zo'n daling? Waar gaat die minima naartoe? Hoe zit de marktstructuur eruit? Als we dat onderverdelen naar 2-wekelijkse grafiek, naar de weekgrafiek. Naar het aantal dalingen, dus 3 naar beneden of 5 naar beneden golven. Dan is het uitermate onwaarschijnlijk dat deze daling nu van 4 weken die we hebben gehad, dat dit het is. Het lijkt eerder waarschijnlijk dat wij een herstel krijgen. En dat het herstel wellicht deze week al afgelopen is. Dat we nog misschien een procentje omhoog kunnen. Misschien ook iets meer. Dat zou best kunnen, maar minimaal 1% denk ik. En dat we daarna weer verder naar beneden gaan. Waarbij het niet zo hoeft te zijn dat dat meteen in één ruk gebeurt. Dat kan ook wat langer duren. Kijk, als je hier kijkt naar de vorige bear market. Toen hadden we een daling, zie, tot hier. Vanaf hier gingen we dan ook ...8% omhoog. Kijk, we zijn nu gestegen vanaf hier 5%. Kijk, klopt dat? Heb ik het? Ja, moet ik even opnieuw doen. Vanaf hier tot hier 5%. Nou, in die vorige gingen we 8% omhoog, hier. En dan gingen we naar beneden. Kijk, en dan gingen we weer omhoog en dan gingen we naar beneden. Zie je? Dus het hoeft niet zo te zijn dat het meteen gaat afstorten, maar ik denk wel dat de trend nog wel even neerwaarts is en dat je dus op bewegingen naar die MA20 toe in de week, dat je daar dus structureel in de komende tijd interessante short posities gaat hebben. Nou, die MA20 zit zo'n beetje hier. Komt een beetje overheen met dit niveau. En dan misschien weer even lager. Dan, en op een bepaald moment gaat het natuurlijk draaien. En dan kom je hier naartoe. En op een bepaald moment komen we, zeg maar, in de bodemfase. Dus dat is een beetje het scenario. En dat betekent eigenlijk als volgt weer strategie. Zit je dus nu short en zoek je naar een uitbreiding. Nou, dan zou ik inderdaad even kijken wat gebeurt er in deze week. Zien we ergens dat rood groen uitneemt, dan is dat een mooie positie, een mooie plek om je positie te vergroten of om een nieuwe positie in te nemen. Nou, wat wil je niet zien, daar moeten we het ook even over hebben. Kijk, wat wil je nou niet zien, dat we eigenlijk hier met dit soort grote bars bovenuit komen. Kijk, want de kern van een daling is natuurlijk dat we impuls naar beneden krijgen en correctie omhoog. Impuls naar beneden, correctie omhoog. De correctie heeft bepaalde eigenschappen. Die kan wel fel zijn, maar heeft toch wel overlappende structuur. Kijk, zoals je hier ziet. Dus als we even kijken naar de vorige bear market die we hier hadden in begin met 21, daar gaan we even naartoe. Kijk, dus ook hier zie je rond die MA20, zie je die bewegingen. Kijk, en dan zie je bijvoorbeeld deze beweging omhoog. Nou, lijkt een beetje op waar we nu zitten. 2 tails hier. Nou, vervolgens komt er wat omhoog. Kijk, er komt even een beweging naar beneden. En dan heb je hier dat interessante stukje. Nieuwe groene bar en die faalt.
met een fail break. Nou, dit is dan het typische punt waar je idealiter short kunt gaan. En zoiets zoek ik dan eigenlijk. Hè. Dus een beweging naar die MA20. Dan komt er een pullback. Dus kijk even met me mee. Dit is echt belangrijk hier. Dus dit is bullish. We zitten nu op het punt waar je zegt, nou MA20, hier kan de downtrend hervat worden. Dit is nog niet echt bearish genoeg om short te gaan. Want je gaat hier tegen heel veel groen in. En wat wil je dan zien? Dan wil je eigenlijk dit zien. Kijk, dit is dus nu bullish. Je wilt nu een bullish vervolg zien. Dat moet doorzetten. Als dat faalt, dan heb je dus het punt waar je kunt short gaan. Nou, dus hier wil je nu eigenlijk een bullish vervolg zien, want het begin is bullish. Dat komt hier. En nu moet het doorzetten. En wat gebeurt er? Hier zie je fors falen. Dus dit is het punt waar je de zogenaamde kritieke barren, waar je short gaat. Nou, zoiets verwacht ik in principe ook. Dat zag je ook de vorige keren. Hier, daling, grote groene bar. Nu moet die eigenlijk gas geven. En die faalt. Dit was het punt waar ik die neerwaartse positie had ingenomen. Had ik je vorige week uitgelegd. En zoiets verwacht ik in principe ook. Dus even omhoog. Misschien dan even naar beneden. Nog een poging omhoog. En die dan vervolgens gaat falen. En dat is het punt waar je dan een low risk short kunt innemen. En dit ga je proberen gewoon te herhalen. Maar ik denk dat wij nog diverse nieuwe lows gaan krijgen. Diverse kansen naar beneden toe. Goed, dan gaan we even kijken naar de Bund en olie. Nou, de Bund is nu hier echt uitgebroken boven dat niveau. In principe ligt ons target hier op 38. Ik kijk ook even met me mee. We hadden hier die 1, 2, 3. Ik weet niet of je dat weet. Toen zat ik hier op die pullback te wachten. Die kwam te laag. Nou, dan zeg ik, nou, ik ga hier even niks doen. Wanneer ga ik weer aan de longkant? Op het moment dat we op die MA20 steun gaan vinden. Nou, wat gebeurt er? We komen omhoog. We testen weer die MA200. En wat gebeurt hier? We vinden steun op die MA20. Nou, dit is dus een soort build-up rond die MA200. En op het moment dat je hier uitbreekt, dat is in principe dan je longpunt. Long, hier je stop. Dus hier, dit is je long en dit is je koersdoel. Dus dat betekent dat de rente aan het dalen is. Koersen van obligaties gaan omhoog. Dalende rente is op zich wel, in dit verband met mogelijke recessie, niet al een goed punt. Want de markt, de obligatiemarkt, prijst dus blijkbaar een mogelijke recessie in. Maar goed, voor de positie leidt het erop dat we ruimte hebben richting de 138. Dan gaan we naar olie. Nou, olie zit in die trading range, hebben we gezien. Nou, je ziet hier, en ik zeg dat elke keer, trading range is gewoon rommel. Het is niet leuk om te handelen. Dit is de week. De week telt nu 9 bars. Dit is mogelijk hier de mid-cycle low. Maar wat moet je ermee? Ik zou het niet weten, want we zitten halverwege de range. Ja, je hebt evenveel upside als downside qua risico. Dus ik kan hier niks mee. Je kunt er eigenlijk pas mee op het moment dat je die range echt gaat uitnemen. Aan de onderkant kun je echt heel hard dalen. Aan de bovenkant zouden we die highs weer op kunnen zoeken rond de 110. Zolang je daartussen zit, is het alleen leuk om misschien wat strengers te schrijven voor lange looptijd. Maar voor de rest is dit eigenlijk gewoon een non-event chart. Goed, dan gaan we naar het goud. Goud heeft hier zijn weekbodem gezet. Hè? Hier. We tellen nu bar nummertje 9. So far so good. Het is bullish. Maar het is nog niet overtuigend bullish, want de vorige cyclus die we hadden, dit is een weekcyclus, dit is een weekcyclus en dit is een weekcyclus. Kijk, begin bullish, begin bullish, begin bullish, begin bullish. Dit is mooi, niet echt heel erg bullish. Dus dit is toch een beetje twijfelachtig, maar als we uitbreken, dan
kan het wel eventjes gaan versnellen. Laten we even als referentie kijken of we iets in de maandgrafiek zien. Iets dat interessant is. De maandgrafiek telt nu 21 maanden. Kijk, die begint dus hier. Kijk, en die maandgrafiek, 1 week grafiek, 2, 3, 4. Is dit dan de vijfde week die mogelijk bearish is? Op zich zou het passen dat het begin niet al te bullish is. Wanneer kun je short gaan in het goud met een mogelijke daling van minimaal 10% als we deze lows van de afgelopen weken uitnemen? Als we die lows hier uitnemen rond 2400, dan denk ik dat de markt ook structuurbreuk gaat laten zien rond 2360. En als we dat hebben, dan heb je die 1, 2, 3. En dan is dit duidelijk een bearish weekcyclus. Dus zolang we eigenlijk boven 2400 blijven, geef ik het voordeel van de twijfel, zou je richting nieuwe highs kunnen. Waarbij ik denk dat het beste er wel vanaf is. Als je puur kijkt naar de telling, onder de 2400 wil ik een short positie innemen met als minimale target 10% daaronder. Goed, dan tenslotte Bitcoin. Bitcoin heeft zich natuurlijk niet kunnen onttrekken aan de misère van maandag op de aandelenbeurzen. En dat is ook logisch. Ik heb daar aardig wat dingen over gelezen in de trend van dit is nu het moment dat Bitcoin zich los kan maken van de correlatie met aandelen. Dat mag wel zo zijn, maar dat is een beetje wensgedachte, denk ik. Kijk, op het moment dat de hele wereld liquiditeiten aan het verzamelen is. Want obligaties gingen omhoog, dus naar een veilige haven, bonds of cash, dan ga je niet Bitcoin aanhouden. Want Bitcoin is niet veilig. Het is wel veilig vanuit de gedachte van de believers op lange termijn, maar niet als belegging met een volatility die gewoon heel erg groot is. Dus dat gaat voorlopig niet gebeuren. De vraag is nu natuurlijk, waar sta je nu? Want we gingen even hard omlaag tot 50, onder de 50 zelfs. Maar je weet, we hebben daar al diverse keer over gehad. Dit is het punt om liquiditeit te creëren op nieuwe lows. Waar de weekends eigenlijk de posities liquideren. En je zag weer een indrukwekkend herstel van Bitcoin. Dus dit is voorlopig gewoon een trap. Dus we staan op weekbasis, sta je gewoon ietsjes hoger dan waar je begon. Op weekbasis zitten we nog steeds in die range. En op weekbasis zou ik kunnen zeggen, zit je nog steeds in die vlag. Met mogelijk uitzicht op hogere koersen. En je moet, als je zeker lange termijn posities hebt, moet je die spikes naar beneden toe. Je kunt gewoon niet anders. Die moet je gewoon negeren. En natuurlijk, het nadeel is, op het moment dat zo'n spike een keer hier naartoe gaat, en daar sluit de bar, ja, dan heb je het nakijken. Maar anders blijf je gewoon hier verkopen. En dan moet je weer terugkopen, moet je weer verkopen enzovoort. Dus je moet ergens een filter inbouwen. Nou, dus puur qua marktstructuur, qua price action, ziet het er goed uit. Enige punt waar ik een beetje mee zit, ervan uitgaande dat de correlatie met aandelen er natuurlijk gewoon is, is dat we voor de aandelen hebben vastgesteld, of wij, ik, aan de hand van de top-down analyse, dat de bodem nog niet gezet is. Nou, kijk eens even mee in de vorige bear market van de aandelen. Die was in 22, hier. En in zo'n beetje eind 22 in oktober bodemde de S&P, bodemde ook Bitcoin. We zien hetzelfde patroon, zie je. Waar staan we nu? We staan zo'n beetje hier. Dus als we ervan uitgaan dat de S&P nieuwe lows gaat maken, dat er mogelijk nog 10% neerwaarts minimaal in het vat zit, dan is het handig om hier ook even naar de maandgrafiek te kijken. En het lijkt erop, ik zeg lijkt, dat hier nog ruimte is naar beneden. Ook omdat als we hier kijken naar maandcyclusbodems, wat valt je dan op? De
Dat was stochastic zit onderin. En de koers zit onder de MA20. Koers zit onder de MA20. Dat was stochastic onderin. Koers onder de MA20. Dat was stochastic laag. Koers onder de MA20. Dat was stochastic laag. Nou, waar zit die double stochastic nu? Die zit nog niet laag genoeg. En de koers is eigenlijk nog niet gedaald tot die MA20. Dus dat in combinatie met het feit dat de aandelen waarschijnlijk hun bodem niet gezet hebben. Als ik nu even 50-50 zou moeten gokken, dan zou ik zeggen de kans is reëel dat we ook voor bitcoins nog nieuwe lows gaan maken. Is dit dan een drama? Nee, dit hoort gewoon bij de volatility. Want ik ga ervan uit dat we voor de aandelen niet in een echte bear market terechtkomen. Dit is een secundaire bear market. Dus gewoon een tussentijdse normale correctie van 20-25% of 15-25%. Hangt er vanaf of je naar de Nasdaq kijkt of naar de Dow. En dat we daarna gewoon weer omhoog gaan. Kijk, puur qua marktstructuur en price action is dit gewoon goed, want we zitten rond die high hier en er wordt gewoon hier op lagere niveaus gekocht. Dus tot nu toe is het gewoon prima. Maar als ik even probeer daar voorbij te kijken, einde van de maandcyclus in combinatie met de correlatie van de aandelen, je ziet ook, dit is het plaatje van de beweging daarvoor. En ook hier hadden we, kijk, hier hadden we ook een soort van bodemvorming. Dat lijkt hier nu ook te zijn. Dus laat ik het anders zeggen. Zolang we eigenlijk onder de nieuwe onder de 72 blijven, denk ik dat het risico er nog steeds is dat we wat lagere niveaus maken. Mogelijk dat we zelfs een keer de 40 gaan opzoeken. Nou, denk je, ja, wat heb ik daar nou aan? Dat hangt er vanaf wat je visie is. Kijk, ik heb bitcoins, maar die heb ik voor de komende 5 tot 10 of meer jaren. En ook voor de kinderen. Dus het maakt mij persoonlijk niet zo heel veel uit wat er op korte termijn gebeurt. Als je dus een lange termijn boel bent, dan is het, zou het denk ik een interessant punt zijn om op zo'n maandcyclusbodem, als je denkt, nou, die aandelen kunnen nu ook inderdaad wat gaan bodemen. Want hier zie je, de vorige was begin november 22. Nou, de bodem in de aandelen was ook eind oktober 22. Dat valt dus mooi samen. Dan zou je dat in combinatie daarmee op lagere niveaus, misschien rond de 40, ook wat bitcoins kunnen bijkopen. Nou, ben je bezorgd voor een echte daling en heb je kortere termijn, ja, dan zul je hier naar de daggrafiek moeten. Hier. Kijk, maar de daggrafiek is gewoon ontzettend rommelig. Hier, je hebt gewoon elke keer spikes naar beneden. Die spikes worden wel gekocht, maar wat valt je op? Die spikes, die leiden niet tot hogere highs. Dus er zijn dus mensen die hier kopen, partijen. Maar ik denk dat, kijk, je kunt zeggen, die zijn niet sterk genoeg om de markt echt naar nieuwe highs te krijgen. Of misschien hoeft dat ook niet. Want ze willen gewoon elke keer een wat lagere kostprijs, zodat ze gemiddeld ergens hier kopen. En op de lange termijn is dat natuurlijk prima. Maar ik zie hier in de daggrafiek, zie ik gewoon dat de lows gekocht worden, maar dat er elke keer een korte fel herstel is, maar dat dat uiteindelijk toch weer leidt tot lagere lows. Dus hier heb je denk ik niet zo heel veel aan. Dus ik denk dat je gewoon nu voor jezelf, als je in Bitcoin zit, heel duidelijk moet commenteren. Zit ik er voor de lange termijn in, dan is de kans denk ik reëel, gezien het plaatje in de aandelen, dat de koers in de komende weken tot 2-3 maanden wellicht nog wat lagere niveaus gaat halen. Nieuwe lows, misschien naar de 40. Het zou kunnen, waarom niet? Ook als je even kijkt naar de MA20, waar die nu zit ten opzichte van de MA200. We zitten nog steeds ver boven. Zolang we eigenlijk onder de all-time high zitten. Maar dat is dus geen probleem. Dat geeft ruimte om eventueel nog wat longposities op te pakken. Ben je op de korte termijn bezorgd? Ja, ik zie weinig aanknopingspunten die op dit moment echt zeggen, nou, de bodem is gezet.
Natuurlijk kan dit de bodem zijn, alleen ik zie het bewijs er gewoon niet voor. Ik zie het gewoon niet. Ik zie gewoon nog steeds die structuur van lagere lows, lagere highs. Ik zie behoorlijke volatility. Wat je dan minimaal wilt zien, is bijvoorbeeld hier een hertest en dan omhoog. Dat is op dit moment gewoon niet te zien. Dus dan zul je voor jezelf even moeten uitmaken. Ja, als ik korte termijn georiënteerd ben, is het dan wel zo handig om nu in Bitcoin te zitten. Want het risico is nu wel natuurlijk een stuk groter dan een aantal maanden terug. En misschien moet je zeggen, nou dan kijk ik even vanaf een afstand. En ga ik er misschien op hogere niveaus in, maar als de volatiliteit weer een lager niveau heeft. Goed. We hebben alles weer doorgenomen. Dit zijn elke keer toch wat langere vlogs, maar het is denk ik goed, want om alles even in perspectief te brengen, omdat hetgene wat ik in de inleiding aangaf, je kunt snel gaan twijfelen aan je visie, aan je plan. Als het plan misschien ook niet sterk gedefinieerd is, omschreven is, dan twijfel je nog eerder, juist omdat we volatility hebben, juist omdat de draai van dalen naar stijgen en stijgen naar dalen zo snel en zo hard gaat. En je hebt dus een structuur nodig waar je aan moet vasthouden, zodat je dus niet gekke dingen doet, dat je dus posities die op winst staan opeens met verlies verkoopt en dan ga je de markt weer achterna lopen, dan ga je opeens long en dan ga je weer short. Dus om dat eigenlijk voor te zijn, moet je proberen die structuur aan te brengen. En dat heb ik dus geprobeerd in deze vlog te doen. En we gaan dus in de komende weken daar uiteraard mee door en kijken of het gestippelde pad, of dat ook netjes door de markt wordt gevolgd. Ik zie jullie volgend weekend dan weer terug. Tot dan.